ik op Floris terugkijk, het is mijn mooiste tijd van mijn televisieloopbaan geweest. En dat praat ik niet alleen voor mezelf, maar ook met mijn collega's die ik nog regelmatig spreek. En we zouden op de dag van vandaag met z'n allen, zoals we hebben gewerkt, als vrienden, zouden we weer willen beginnen. Het is ontzettend leuk gewoon dat wat jij zo leuk vond om te doen en waar je zo'n plezier in hebt, dat het zo op een of andere manier goed overkomt en dat mensen daar dus echt, de straten daarvoor stil waren voor een half uur op zondagavond. En dan zag je ook de volgende dag die jongetjes met stokken, weet je wel, op de grasvelden en met handdoeken om en mantels. Dat was ontzettend leuk. Het was grensverleggend, dat denk ik wel. In die tijd was het echt een grensverleggende jeugdserie. Kijk, het was de eerste productie met heel veel mensen eigenlijk. Stuntteam, veel figuranten en zo. En dat was allemaal niet zo ontzettend goed georganiseerd. Toen ik dus een cameraman moest uitzoeken, toen had ik dus, toen dacht ik, nou, dan draai ik dat met Peter Alsengeest. Maar op een of andere manier, misschien voor politieke redenen die ik nooit heb begrepen, werd toen Tom Bunet naar voren geschoven. En ze zei, ja, maar die heeft ook een beetje lossere stijl en dat die draait alles uit de hand. En waarschijnlijk dacht ik, dat is goedkoop en snel. Max Appelboom, die had op een gegeven moment problemen met het feit dat de productie zo uitliep. En dan kwam hij naar mij toe om te vragen van, Ton, wil jij eventjes Paul een beetje pushen, zo van, dat hij wat opschiet. Op het laatste, er zat op zo'n terrein, zoals hier, met een hele grote tent. Hè. Er zat de griem in, er zat de kleding in. En paarden stonden erin en we moesten er eten en van alles en nog wat. Het geld was op. Grotendeels kwam het ook door het geluid. Ik bedoel, het speelt in de middeleeuwen af. Maar dan hoorde je op de achtergrond weer brommers, treinen, landbouwtractoren. En we hebben eens berekend dat het ongeveer over de hele productietijd 6 weken heeft gekost aan wachttijd. Ik ben altijd nog verbaasd dat ze mij hebben gehandhaafd na een paar weken. Want het ging natuurlijk veel langzamer dan iedereen gedacht heeft. En het budget dat oorspronkelijk bedoeld was als, ik geloof, 500.000 gulden... is in de boeken terug te vinden als ongeveer 2 miljoen. Dus dat is 300% over budget gegaan. Ik heb honger! Ik heb honger! De Friezen, met name, die vonden dat ik een nationale held, want Grete Pier was dus een nationale held. Nou, laat ik zeggen, iets wat scherp aangezet heb. Dus ik moet maar, het was toch een soort karikatuur van Grete Pier natuurlijk. Nou, we zaten ruim een uur, zat ik met name in de schmier. Bart, die werd echt stukje voor stukje werd geplakt. Want ik had een normale baan in die tijd, dus ik kon dus niet permitteren om mijn baard te laten staan. Ik had dus een contract gemaakt met Max Appelboom voor 17 draaidagen. En dat moest ook wel, want ik was in die tijd adjunct-directeur van een grote platenmaatschappij. Dus ik had een job. Maar ja, het was toch zo gezellig en zo leuk. En die figuur die werd toch aardig. Dus toen zijn het 73 draaidagen geworden. Maar dit weilandje, daar hebben we het op gedaan. Daar loopt een sloot. Daar, verderop. En er was meer water in dan er nu in zit. En daar hebben we dus die beroemde scène gedaan met die boot, dat die boot dus opgetild werd. En dan zie je dus mij alleen die boot optillen. Maar dat was natuurlijk trucage. Achterop stonden dus 10 man om vast te houden. Camera ertussen en ik. Alleen met het, want het was een hele zware boot was het natuurlijk. Ik was wel vrij krachtig in die tijd, maar niet zo krachtig als die boot natuurlijk kon optillen en weggooien. De improvisatie moet plaatsvinden binnen het kader dat ik heb uitgezet. Gravin.
komt hij binnen. Wees welkom, heer Floris. En dan waaide hij mijn hele borduurwerk mee. En dat was natuurlijk in eerste instantie niet de bedoeling. En dus hij zei, Paul, dat is eigenlijk wel leuk, laten we dat maar gebruiken. Paul Verhoeven, die wil wat. Die wil zien dat jij wat doet. En bij mij, en ik heb het zo ervaren, dat Paul Verhoeven, als hij weet dat hij jou vertrouwen kan, als hij weet dat jij dat gaat maken, dan laat hij je volledig vrij. Als ik iets zie dat iemand bij een repetitie iets doet, of bij de derde opname iets bijzonders doet, of iets anders doet, dan denk ik, oh, dat is eigenlijk veel leuker. Dan ga ik altijd naar ze toe en zeg, god, ze bouwt dat erin en laat het niet vallen. You know? Probeer het erin te verwerken en zo. Deze sprong en plons werden verzorgd door een lid van het stuntteam dat alle gevaarlijke opdrachten uitvoerde. Als daar zijn. Sprong. Sleepwerk. Paard verwisselen met val. De stuntmensen, het waren gewoon jongens die goed met hun lichaam konden omgaan. En bereid waren om niet gigantische risico's, maar sommige risico's te nemen. Er waren ook allemaal jongens die meestal s'avonds zijn uitsmijter waren of ergens op het Rembrandtplein. Toen het daar moest gevochten en geslagen worden op de ouderwetse manier. Tik, knaak, klap, ding, boom, knaak. En de sterkste die won. En die andere ging slapen. Wegwezen! Ik wilde de serie zo Nederlands mogelijk laten zijn, met zo veel mogelijk landerijen en koeien. En ik wilde natuurlijk ook, dat is het meest typische van Nederland, ik wilde er een molen in. Maar als je er een molen in stopt, dan moet je natuurlijk ook wat met die molen doen. Dus ik dacht, mooi, prachtig, meegenomen. Aan het eind laten we de schurken aan de molenwieken hangen. Het idee is vaak van ons gekomen doordat je met de middeleeuwen te maken hebt. Wat moet je dan bedenken om mensen te straffen en toch op een manier zonder hoofden af te hakken of handen af te hakken. Maar dan toch een manier waarop ze dan op die wieken van die molen dan toch naderhand er weer afkomen. Maar dan toch een schandvlek waren. Dit zal ik je betaald zetten. Een volgende keer misschien. Vooruit! Nee. De stunt op zich, dan moet je toch vertrouwen op mensen die dat controleren. Dat kun je zelf ook niet. Zo'n timmerman die hier dan wel uit de buurt vandaan komt, dat is erg belangrijk. Dat zo'n man, dat vertrouw je dan op. En als die dan zegt met zo'n pruimpje achter zijn kiezen. Ga daar maar aan hangen hoor. Is goed zo. Nou ja, dat doe je het maar. En als je omhoog gaat, dan lijkt dat heel langzaam. Maar als je naar beneden gaat, dan is het net of je dwars door de aarde naar de Chinezen toe draait. Nou, de NTS stond er toen op dat we toen verzekerd waren. We waren even goed al verzekerd natuurlijk, maar niet in die orde vergroot als met deze stunt. En dat was toen voor 2 miljoen gulden. En dat was ook niet onder te brengen als alleen met de Lloyds. En toen kwam er zo'n meneer van de Lloyds en die jongens hingen voor die tijd er al aan. En die zei, jullie zijn verzekerd van 1:30 tot 2:00. Geen minuut vroeger en geen minuut later. Schermen, daar ben ik mee begonnen toen ik een jaar of 14 was. En paardrijden eigenlijk ook. Dus ja, dat waren eigenlijk wel dingen die ik heel erg leuk vond. Wat rondhollen met de... Het was hartstikke leuk gewoon. Lekker eddertje spelen, ja, eigenlijk. Ja, absoluut. In de spur of the moment moest ik snel op een paard. En ik sprong gewoon over de kont van het paard in het zadel. Daar was ik erg trots op. En ik had een gevecht met 2 zwaarden. Dat vond ik ook wel mooi. Dat vond ik echt interessant. Rutger heeft de meeste stunts in de productie zelf gedaan, hè? Het mocht toch niet? Op eindje, daar hebben ze een bonje en ruzie en aardigheid om geweest. Ja, maar die...
met het zwaard vechten en zo. Dan kan je met die lange afstand rijden en van alles en nog wat. Ja, dat heb ik gedaan, ja. Maar, en dat, die duik in het water bij de Doornburg in 2,5 meter water. Dat heb je, ja, dat heb je wel gedaan. En in de Zwarte Kogels duikt hij ook in de gracht van Loevers, van de Doornburg. Wat verboden was, nota bene. Duiken en zo, van hoge duikplanken af, dat was altijd... Dat was voor mij gesneden koek. En ook in het ondiepe, dan duik je dus plat. Nou ja, dat was... En ik wist dat de stuntman, die ging gewoon springen, weet je wel. Nou... Ik dacht, dit kan ik gewoon veel leuker. Rutger wou duiken. En ik zeg, nou ja, goed, dat kan dan niet anders. Maar Rutger had een deal met Tom Bunet gemaakt. En zei, wil je niks tegen iemand zeggen? Maar als we de eerste teek draaien, dan duik ik. Ik zeg, dat meen je niet. Zegt hij, ja, dat doe ik wel. Hij zegt, zorg jij nou maar dat het goed scherp blijft. En mooi in compositie. Hij zegt, ik maak een duik. Hij zegt, laat de camera maar lopen. En hij maakte nou echt een schitterende duik in de slotgracht. En je moet je voorstellen dat er, ik denk dat er maar net een meter water stond. Toen ik zei actie voor de take 1, toen de stomme verbazing dookte hij in die gracht. Hij wilde absoluut de held zijn. En hij had gelijk natuurlijk. Het zag er veel beter uit dan springen. Springen zag er lullig uit. Want die eerste persoon die springt, die achterna zit, die springt geloof ik. En dat ziet er echt lijkt dit uit. En Rutger, ja. Als jij iets beter doet dan de stuntman, dan hebben ze toch iets van, ja, nou, oké. Okay. Ja, dat was toch wel goed. En dan word je ineens onderdeel van hen. Ja, want kijk, wij waren de stuntjongens. Dus wat moeten we dan? Als mensen zelf, dat is zijn werk, acteren, en de stunts waren van ons. Ja, de stunts voor mij waren, dat was de rol. Het was paardrijden, zwaardvechten en springen en dansen en rollen. Dat was het, dat was voor mij, dat was het. De tekst was wat beknopt en eigenlijk een beetje stijf en ja, onhandig. We gaan verder. We gaan. We gaan verder. Daar hadden we de grootste moeite mee. Als de tekst eigenlijk niet echt goed zat of te eenvoudig was. En, nou, je kon hem ook niet zo goed op de bek krijgen soms. Ja. We moeten gaan. Al die groepen, dus met de groep van Cinecentrum, die dus die de cameramensen leverden en het geluid. En dan de groep van Hammy de Beukelaar en de groep van de acteurs. En de groep van die van Nowhere kwamen, zoals ik. Die waren allemaal, dat was zo bijzonder, dat werd één familie. Daar zat iedereen aan tafel. Het was eigenlijk de meest communistische ervaring die ik ooit in mijn leven heb gehad. Waar iedereen met elkaar omging, alsof waar standen en rangen eigenlijk vervallen waren.